Concentratie in de raadzaal in Amersfoort. En de deerwisswekkende locatie Amicitia. Terwijl Karel van der Graven dicté voorleest. Jan dan is een van de scholieren die meedoet. Nou, ik heb niet het gevoel dat ik echt heel erg goed in ben, maar ook niet dat ik de slechtste ben. Het speciale Amersfoorts dicté werd geschreven door Guido de Wijs. Een verhaal over de stad, aan elkaar gepraat met moeilijke woorden. Daarna crêpes suzette geconsumeerd. Jan dan denkt ook dat er behoorlijk wat instinkers in het dicté zaten. Ja, en ik denk ook dat ik er wel ingetrapt ben, maar ja, anders wist ik het ook niet. En ook namen waren vaak lastig. Ja, iets met die M of zo. Moesiek. Nou, ik weet niet. Precies, maar dat was wel heel erg moeilijk. Oh ja, ja, net als dit. Ook zo'n lekkere zin. En staan nu voor de Sint-Joriskerk te wachten op het overgaan van de luikjes van de Jacquemart. Juist ja. Jan dan denkt dan ook dat ze het niet zo heel goed gemaakt heeft. Nou, ik denk eerlijk gezegd ook niet zo goed, maar we zien wel. Uiteindelijk maakte Jan dan 34 fouten.